dat achter bomen leeft en naar wat jou 's nachts je dromen geeft. Ook overdag zijn wij er, ik heb het vaak gezegd, voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veeën, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen, geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein, want het allerkleinste staat in Kabouterland. Aflevering 14, een ongelukkig uitstapje. Ik weet het niet, maar ik vermoed dat ze aan het werk zijn. Wat doen ze dan? Maken ze een speeltuin voor ons jonge mensen? Nee, Susanna, ze maken nestkasten voor vogels. Herinner je nog die storm verleden week? U bedoelt die zware storm die 2 dagen duurde? Precies, hij was verschrikkelijk en vernielde de nesten van onze vrienden de vogels. En nu bouwen we nieuwe, maar dan van hout. Geef me die kluwen! Geef me onmiddellijk die kluwen, hoor je me? Lijkt het u leuk wat ik maak? Ja, heel mooi, heel prachtig. Maar voor wie is het? Het is voor oma Lisa. Je bent een goed meisje, Susanna. Je nabrijk is ja voor u. Fijn, die kan ik best gebruiken in de winter. Oh. Grootvader, waar moet u opeens zo snel naartoe? Ik zal je laten zien waar die geluiden vandaan komen. Dus ik mag met u mee? Ah! Oh. Kom, we gaan. Kijk uit waar je loopt, anders bezeer je je nog aan zo'n loshangende tak. Oh, wat een schitterend licht, hè? Hallo. Arme kleine vogels, waar is jullie moeder? Zorgt goed voor ze. Maar waarom zijn ze niet in de boom, grootvader? Ik heb je toch al verteld dat de storm van verleden week een hele hoop nesten in deze bomen kapot gemaakt heeft? Nou, we moeten verder. Kijk, grootvader, ze kappen bomen. Dat wilde ik je laten zien. Hallo, jongens. Hoe gaat het ermee? Goedemorgen. Kijk uit, veranderen! Susanna, David, jullie kunnen niet tevoorschijn komen. Het spijt me dat jullie schrokken. Het was onze fout door op zo'n ongeschikt moment te komen. Hoe gaat het ermee, vrienden? Goedemorgen. Ah, kijk, daar is Susanna. Goedemorgen, Susanna. Goedendag, Susanna. Hallo. Goedemorgen, Susanna. Goedemorgen. Dit lijkt me een heel gevaarlijk beroep. Nee, want de voorman geeft een waarschuwing voordat de boom gaat vallen. Oh. Daar is hij. Hopsakee. Ja, ja. Het is moeilijk te geloven dat ze zoveel bomen zelf hebben omgehakt, nietwaar? Ja, en later worden deze bomen naar de zaagmolen gebracht. Daar gaan we nu naartoe. En daar worden ze tot planken en platen gezaagd in alle soorten. Ja, laten we gaan. Zou je op die boomstam willen zitten? Oh ja, heel graag. Eindelijk, we zijn er. Hey.
Allereerst wordt het hout gezaagd en er zijn verschillende soorten zagen. De tweede stap is het schaven, zodat het hout glad is zonder splinters. Daarna worden de platen aan elkaar vastgemaakt, zodat we kunnen bouwen wat we willen. En hier heb je een kant-en-klare nestkast. Hiermee hebben de vogels een plaats waar ze bescherming kunnen vinden. Kabouters zijn altijd heel erg druk bezig. Als ik groot ben, wil ik ook mensen en dieren helpen. Dat lijkt me een goed idee. Alles goed met je, Lohan? Oh. Ja, het is niks. Alleen een tikje op mijn hoofd. Tot ziens. Tot ziens. We gaan een bezoek brengen aan Carolo en zijn zoon Hans. Je kent ze wel. Waarom kijk jij zo triest, Alex? Ze zeggen dat ik te jong ben om het werk van een volwassene te doen. En erger nog, dat ik niet het goede tempo heb. Het is niet eerlijk om me niet te laten werken omdat ik jong ben. Daarom ben ik zo triest. Nou, dan moet je geduldig zijn en een paar jaar wachten. Ik ben een goede timmerman en er is geen reden om me zoveel jaar te laten wachten. Hup. Hup. Au, 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 au. Grootvader, ik heb medelijden met Alex. Carolo, hoe gaat het ermee? Hallo, David, mijn vriend. Ja. David, ik ben blij dat je er bent, want ik wil met je spreken. Zo, wat is er aan de hand? Wacht. Hier, lees dit en je weet het. Mijn beste Carolo, het doet me plezier om je mede te delen dat ik besloten heb om je tot hofmaarschalk te benoemen. Ik verzeker je dat het heel makkelijk is. Ik heb al met mijn grootvader gereden. Maar toen was je grootvader erbij en nu heb je hem zelfs niet om toestemming gevraagd. Als jij en ik hem niets vertellen, komt hij er ook niet achter. Ik zou wel willen, maar ik durf niet. Maak je geen zorgen, Hans. We zijn snel terug. Kom mee. Kom mee, kom dan. Ja. Kom op. Ja. Met mijn hartelijke groeten, de koning. Volgens mij is dat een heel eervol aanbod. Toen ik nog jong was, wilde ik altijd in het paleis werken bij de koning. Maar nu wil ik alleen nog maar timmerman zijn. Een ogenblik, waar zou Hans naartoe zijn? Hij is waarschijnlijk gaan wandelen met Susanna. Een jonge kabouter zwerven graag door het bos. Die weg! Zwift! Swift, hallo, Swift. We zouden zo graag een eindje met je door het woud willen rijden. We willen dat je ons meeneemt voor een klein ritje, weet je. Mogen we op je rug rijden? Ja. Ja. Ik begrijp niet waarom mijn grootvader altijd zegt dat jij de snelste vos van het woud bent. Ik vind je helemaal geen snelle vos. Ik vind dat je maar traag bent. Nog trager dan een schildpad. Zelfs de luiste slak is sneller dan jij. Fantastisch, Wif. Grootvader had gelijk. Susanna, dit is fantastisch. Nou, heb ik te veel gezegd? Swift, wil je ons alsjeblieft naar het eikenbos brengen? Naar dat bos van de witte hazen? Susanna, als we daar zijn, laat ik je een eikenboom zien die meer dan 1000 jaar oud is. Susanna! Hans! Hans! Susanna! Hans! Susanna! Het bevalt me niet, David. Hans gaat nooit zomaar weg. We zullen het de anderen vragen. Misschien hebben die hen gezien. Hebben jullie Susanna en Hans gezien? Nee. Ik begrijp het niet. Hebben jullie Susanna en Hans gezien? Waar kunnen ze naartoe zijn? Hebben jullie mijn kleindochter en Hans gezien? Nee.
niemand heeft ze gezien. Het gaat nou wel ergens naar Hans. Ik ben bang. Ja, ik ook. En toch heb ik nog nooit zoiets opwindends meegemaakt als dit. Oh! Susanna, ik ben hier. Hierboven. Oh, gelukkig maar, Hans. Oh, ik ben zo blij. Oh. Alles goed met je? Ja, heel goed. Heb jij geen pijn? Ben je gewond? Zelfs geen schrammetje. Met mij is niks aan de hand. Ik ben zo blij, Hans. Hé, hey, en Swift, waar is hij? Ik weet het niet. Kijk daar. Swift! Oh, arme Swift zit in een klem. Oh, arme Swift, doet het veel pijn. Het is allemaal mijn schuld. Je moet nog even volhouden, Swift. We gaan hulp halen. Niets? Nee. Susanna! Hans! Hans! Susanna! Susanna! Hans! Niets, geen spoor. Hier zijn ze niet. En Swift ook niet. Misschien is Swift bij hen? Ja, dat denk ik. Hij zal ze wel beschermen tot we hem vinden, maar het begint al een beetje te schemeren. Laten we doorgaan met zoeken. Ik zal fluiten. Als ze niet te ver zijn, horen ze het. Ik ga hulp zoeken. Ja, maar waar? Weet je de weg dan? Ja, nou, ik denk van wel. Kalm je nou, ik ben snel terug en met hulp. Nog even volhouden, Swift. Tot dadelijk. Springen. Ai. Ja. Ja. Help. 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 Ik verdrink. Help. 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 Zuster Adelaar, alles goed met u?
Wat? Een jong in de rivier? Alsjeblieft, breng ons erheen. Wij zijn u erg dankbaar. Laten we op haar klimmen. Ze helpt ons om hen te redden. Die rivier is erg gevaarlijk tussen sterke stroomversnellingen. Ik zie hem niet. En we zijn vlak bij de eerste stroomversnelling. Help, help, help! Daar is Hans! Vlieg zo laag als je kunt. Ik wil de toestand even bekijken. Help, ik ben hier! Ik hou het niet lang meer vol, help me! Help! Die rots is erg klein. Het is niet mogelijk om daarop te landen, hè? Vlieg lager, grijp het dak. Help me, papa, help me! Hans, hou die stok goed vast! Mijn zoon, papa. Alles in orde? Papa, Suzanne en ik, ja, maar de arme Swift zit in een valstrik en zit vast in een klem. Hans, kalmeer. Zuster Adelaar brengt ons er naartoe. Goed zo, laten we niet nog meer tijd verliezen. Hans, jij gaat met ons mee en vlug nou. Kijk, daar zijn ze. In orde, rustig, blijf kalm. Gelukkig is het bot niet geraakt, het is alleen maar een oppervlakkige wond. Oh, grootvader, het is allemaal mijn fout. Vergeet nou maar wie het fout het is en hou op met huilen. We gaan Swift onmiddellijk bevrijden. En jij, kop op, mijn vriend. We hebben hulp nodig om je daaruit te krijgen. Gefluit. Wie is er volgens jou gekomen? Nee, wat ik zei was, hoorde je dat fluiten? Fluiten. Nou ja, het klinkt wel zo. Laat op weg gaan, Tully. Iemand heeft onze hulp nodig. We komen al, we komen al. David. David. Daar zijn ze! Hè? Hè? Hallo. Hallo. Hallo, bedankt voor jullie komst. Swift zit vast in een val en we hebben hulp nodig. Op ons kun je rekenen. Heb jij 3 dagen niet gegeten? Dat ik hulp nodig heb om Swift uit haar val te halen. Kijk, daar zit de vos vast in de klem. Tully, je bent zo doof als een kwartel. Hij heeft er nogal zware griep gehad en is daarna een beetje doof geworden. Zo ben ik dikker geworden. Waar lachen jullie? Dat leg ik een andere keer wel uit. We hebben je geroepen zodat je kunt helpen om Swift uit die val te bevrijden. Dat had je ook eerder kunnen zeggen. Kom op, een klein beetje meer inspanning. We krijgen hem open. Doorgaan, vrienden. Kom op nou, vrienden. Kom, kom. Oh!
gelukt. Het is een heel diepe wond, maar gelukkig niet ernstig. En het bot is niet geraakt. Met dit medicijn is hij snel weer de oude. Dit verband zal de wond beschermen. Dat is dat. Over een paar dagen haal ik het eraf. Heel goed. Vooruit, Zwift. Probeer nou eens te gaan staan, jongen. Kom op. Opstaan. Op, Zwift. Je kunt het. Doe nou. Kom aan, jongen. Kom. Kom. Ja, ja. Ja. Kom, kom. Hij kon niet missen. Hij niet over vissen. Oh, grootvader, u bent zo knap. U hebt Zwift gered. Suzie toch, ik was niet de enige. We hebben hem allemaal gered. En nu jij, Zwift. Denk je dat je ons naar huis zou kunnen brengen? Ben je mal? Doe maar kalm aan. De hoofdzaak is dat je wond geneest en dat je weer helemaal beter wordt. Tot ziens. Tot ziens, mijn vrienden. Ik ben erg dankbaar voor jullie hulp. Als je niet luider spreekt, kan ik je niet verstaan. Ik zei allemaal heel erg bedankt. Zilverzaak. Tot ziens. De volgende keer zal Lisa ons het een en ander vertellen over het ontbijt van de kabouters. Als Lisa in het woud op zoek gaat naar jasmijnblaadjes voor de thee, wordt ze gevangen genomen door een kat. In de volgende aflevering van David de Kabouter. Jou 's nachts je dromen geeft. Ook overdag zijn wij er, ik heb het vaak gezegd. Voor wie dat gelooft, bestaan wij echt. Veeën, trollen, toverdingen, vogels praten, vissen zingen. Geloof mij nou, misschien kan jij ons dan ook zien. Voor David is geen huis te klein, want het allerkleinste staat in Kabouterland.